Goedenavond allemaal. Wat ziet het er hier gezellig knus uit met zo'n stoel. Dat is ook helemaal het beeld dat je in gedachten hebt als je naar zo'n avond gaat. Dat belooft veel goeds, denk ik. Ik ben heel blij dat SWO dit heeft opgepakt om dit in Onderbroek te organiseren. Met hulp van de provincie, met hulp van Cultuurpact, Cultuurkust. Els en Doris, waar zitten jullie verstopt? Jullie werk daarbij, we gaan het vanavond nog beleven, maar op voorhand, mijn verwachtingen zijn hoog gespannen en ik denk dat die zeker waargemaakt gaan worden. En dat is iets waarvan ik hoop dat dat ook in uw verhalen tot uitdrukking zal komen. Dat u iets van uw ervaring en levenswijsheid uit een hele andere tijd misschien, waarin er dus nog geen mobiele telefoontjes waren, maar wel allerlei andere zaken. Want ook toen gingen mensen met elkaar om op goede en slechte manieren en had men lol en verdriet tegelijkertijd met elkaar. En ik hoop dat ook die vaardigheid in uw verhalen een plekje gaat krijgen, zodat ook de jeugd van tegenwoordig en alles wat daar tussenin zit, dat die ook op die manier niet van het vak van verhalen vertellen, maar ook van de levenservaring en uw ervaring en uw visie op het leven en uw levensdeskundigheid, of hoe noem je dat er is, levenskunst, dat is een mooi woord daarvoor, dat ze ook daarvan heel veel van u kunnen leren. Dus op een leuke en prettige manier een verhaal horen en daar ook nog eens heel veel van opsteken. Ik hoop dat dankzij u dat heel veel mensen in onze gemeente is vergund. Vanavond krijgt u de verhaal uit Oldebroek te horen, die we hier in 2 middagen naar boven hebben gehaald met elkaar. Van mensen die hier geboren en getogen zijn, en van mensen die hier door werk of gezin, later of door kinderen, hier zijn komen wonen. We gaan terug in de tijd. Terug in de tijd waarin de ouderen hier onder u kind waren. De eerste verhalen zullen gaan over de plek waar de mensen zijn opgegroeid, waar ze kind waren. Maar ook verhalen die zich tijdens de oorlog hebben afgespeeld. Want het heeft natuurlijk alles met de leeftijdsgroep te maken. Waar ze jong waren, kind waren, opgroeiden, jongvolwassenen waren. En welke indrukken dat heeft achtergelaten later in hun leven. Het zijn humoristische verhalen. Het zijn verhalen over anderen. Kortom, het is een kleurrijk palet vanavond wat u te horen krijgt. En de eerste die vanavond het verhaal gaat vertellen, ik nodig Bertha uit om hier in de stoel plaats te nemen. Bertha Pleiter gaat voor ons vanavond een aantal generaties naast elkaar leggen. En wie maakt zich nu nog druk over toen? En waar maken we ons nu nog druk over? Ja, nou, voordat ik met mijn verhaaltje begin, moet me eerst iets van het hart. Bij ons in Oldebroek spraken we in het verleden bijna allemaal onze eigen streektaal. Alleen de dokter, notaris, de dominee en de schoolmeester die spraken deftig. Wat is er dan nu veel veranderd? Met mijn kinderen samen spreken we altijd over dialect. Wat zou het lachwekkend zijn wanneer we ineens in het Hoog-Hollands met elkaar gingen babbelen. Maar de kleinkinderen, dat is een ander verhaal. Zij spreken het niet meer. Ook al verstaan ze er nog wel wat van. En het is ook niet meer van deze tijd, dat besef ik maar al te goed. Toch zou het zo jammer zijn wanneer dit mooie cultuurerfgoed voorgoed in de vergetelheid zou raken. Er zijn zoveel prachtige woorden en gezegden die niet door het Nederlands zijn te vervangen. Daarom heb ik het verhaaltje dat ik graag wil voorlezen ook in het Oldebroeker dialect geschreven. Ik hoop dat de meesten van u het kunnen verstaan en begrijpen en misschien ook nog wel mooi vinden, ook al spreekt u het zelf niet. Nu mijn mijmeringen en prakazaties die ik in mijn leunstoel gezeten aan het papier heb toevertrouwd. De titel die ik eraan heb gegeven luidt De wereld draait deur. Ja, de verandert veel door de jaren heen. Als je eens goed nadenken, en dat doe jij ouder wordt, dan heb ik nog wel 5 generaties meemaakt.
Mijn overgrootvader heb ik nog gekend. Die noem ik Ufa. Hij is gestorven toen ik een jaar of 3 was. Toen de opa's en de opoes. Met alle goede herinneringen door aan uit mijn kindertijd en ook nog wel toen ik volwassen was. Daarna kwam mijn vader en moeder, het derde geslachten. Daar volgde mijn generatie op, waar hij vanzelf het meeste mee verbonden bleef. Dan kinders en vervolgens kleinkinders. En ik hoop dat ik ook nog beleven mag dat er achterkleinkinders komen. Nou, dat vertel ik er zo even tussendoor, dat steeds er aan te komen, want mijn kleindochter die was voorbij gewoon zondag uit de telt. Dus misschien is het er al wel. Tel maar op, 6 generaties waar één meester mee te maken heeft, of had heeft, en waar ik misschien nog wat van mee beleven zal. En er is wat veranderd in die jongen, maar de wereld draait door. Beginnen we bij de overgrootouders. Ufa was geboren omstreeks 1850. Toen die opgroeide, wat was er toen nog? Fietsen kenden ze niet. Als ze aan het hennen wilde, dan moest dat lopend of met paard en wagen. Hij die tenminste handen. Of misschien met het schutter. Elektrisch lucht bestond nog niet. En het water moest ze uit de put halen. Zullen er toen ook aan zaken naar Westween, waar ze hun druk over maken? Ik denk er van toe ook al wel. Over de politiek, over de landlopers en de schooiers. En misschien ook wel over de buurman, die met de meiden bij de kruip. En of u toe wel onder het goed mogen wassen. Of dat mirakels ongezond was. Reken maar dat ze er druk mee waren. Net zo druk als wie in deze tijd met onze problemen. Maar de wereld draait door. Dan onze grootouders. De tijden veranderen al iets. Zie hem weer andere dingen die hun bezighouden. De kunstmest was nu de vun. Mocht je die weggebruiken? Of was natuurlijk een mest alleen naar toestaan? Zo was toch altijd de wijs? Maar ja, je kon wel willen meer verbouwen op je land. Wat moesten ze ermee aan? De strijd tussen de openbare en de christelijke scholen. Wat heeft ze daar bezighouden? Ook de fietsen die kwamen. Nou ja, voor een manspersoon was het misschien nog wat. Maar voor een vrouw, nee, dat was beslissendig. Dat hoorde niet. Toch moet een paar die vrouwen wel eens proberen hem, om zo om bij lucht te wonen op het parkje naast het huis. Of ze daar ook niet kon leren. En dan die vrouwenmondenbroeken met een kruis erin. Daar wordt nog wat over gepraat. Het was altijd toch zo wijs, dat als een vrouw wat moest, dan leurde ze haar zaken. De grote rokken als een bruste kippen met rennen, en dan kon je laten lopen bij kwijt moest. Maar met een kruis in de broek. Een probleem was ze overpreuten en was er heel druk over maken. In later jaren waren de auto's uit de vun. Een wagen zonder peertevuur. Hoe moest dat toch hennen met de wereld? En die vliegmachine. Als een meester mocht vliegen, had het toch wel vleugels gekregen. Dat kon nooit goed gaan. Maar de wereld draaide door. Toen de tijd van onze ouders. Toen die jong waren, was het een groot probleem of schaatsen mochten, reden of niet. Meestal mochten de jongens nog wel leren. Maar de deens, nee hoor, dat was schande, dat kon niet. Wat mocht dan wel? Mijn moeder was 25 jaar toen ze van opo naar de zang mocht. Opo vond toe dat ze wel zoveel verstand zal hebben dat het verantwoord was. Nu is mijn moeder altijd de degelijkheid zelf geweest en de repetitielocatie van de zaal was nog geen 1/2 kilometer van ons af. De oorlogstijd, die gooide voor ons de boom. Moest hij bij het verzet gaan? Of mocht je eerst aan jezelf en je gezin denken? En na de oorlog? Alles veranderde toch. Nieuwe regels en nieuwe wetten. Het houdt ze bezig en ze waren er druk mee. Maar de wereld draait door. En doorgroeien mijn generatie weer mee op. De ontwikkelingen volgen elkaar hoe langer hoe sneller op.
Wie wil meedoen aan wat onze ouders als kwaad zagen? Afgeknipt hoor, lange broeken. Zelfs als wij witte schoenen aan mogen hebben. En een overal aan op Melkland. Het kon al een groot probleem worden. Ook de televisie was een onderwerp waar veel over gepraat worden. En ook weer ruzie over te maken. De radio, die mijn opa nog een kastje in het helle nam, die was wel aanvaard. Maar als je al die kerels ook nog kon zien, nee, dat kon ze niet goed vinden. Dat was een probleem waar wij in onze jeugd in aan lopen. En waar wij ook druk mee waren. Toen wij ouder waren en onze kinders jong waren, kwamen er weer andere dingen die ons wakker hadden. De disco's kwamen. De zondag waren anders ingevuld als dat we gewend waren. Studiemogelijkheden die voor ons niet weggelegd waren, kwamen binnen bereik van onze kinders. En dan maar hopen en proberen om je gezin er zo goed mogelijk doorheen te sturen. Maar ook nu weer, de wereld draait door. De kinders zijn op hun bestemming en hebben met de problemen van nu te maken. De tijd van computers, internet, mobieltjes en een door grenzen in te stellen. Het arbeidsproces, al hoe meer grootschaligheid, verplicht werk op zondag. Allemaal het probleem van deze tijd. Het houdt ze bezig en je bent er druk mee. Maar de wereld draait door. En mijn kleinkinders, ze hebben nu nog weinig zorgen. Misschien naar welke scholen ze gaan en wat ik later gaan doen. Ook als ze groter worden, moeten ze keuzes maken. Vele normen en waarden van vroeger zijn veranderd. Mag alles wel wat kan? Waar ligt de grens? Probleem waar ze mee bezig bent. En waar je als grootouders soms ook al bang voor kunt maken. Maar de wereld draait door. Komen we nog een generatie weer, die van de achterkleinkinders. Maar Tina boven de kop aan, ja, daar moet je maar niet te veel aan denken. Met wat voor problemen kreeg die nog te maken? Het is maar goed dat hij niet alles voor het weet. Maar hoe dan ook, de wereld draait wel door. Dat bent maar zo wat beschouwing uit één mensenleven. Hoe betrekkelijk ook alles is. Wat onze overgrootouders bezig had, dat vinden we nu van weinig belang. We glimlachen er een beetje mee waren gemaakt. De verandert zoveel, ook in onze streek. Elke generatie heeft zo zijn eigen zorgen. En dingen worden op dat moment belangrijk vindt. En wat misschien ook wel zo is. Maar alles gaat voorbij. En na elke tijd komt er weer een andere tijd. Want de wereld draait door. Dankjewel, Bertha. Wat een mooi verhaal. Toch wel? Dankjewel. Ik word er helemaal door gerustgesteld. Niet? Ik ga je helpen, Bertha.